Hij is gewoon een showman uiteindelijk. En ik denk dat dat uiteindelijk het publiek pakt. En de media gaat op een showman af natuurlijk. En dat is ook, hij is natuurlijk fantastisch goed in zijn atletisch vermogen. Het inzicht in het spel. Hij neemt ook uiteindelijk wel zijn team mee door Phil Jackson. Gaat hij toch wel een beetje pasen uiteindelijk. Maar hij is zo fantastisch om naar te kijken. Dat gewoon, dat pakt de camera. Dat pakt de fans. En dat verkoopt uiteindelijk dat zijn business. En toch heb je wel, er zit wel er zit een grote rand aan, vind ik, aan Michael Jordan. Het is fantastisch om te zien als sportman. Maar het blijft winnen. Ja. Wat is alles wat daarboven zit in zijn team, dat maakt het ook fascinerend. Maar je kijkt naar iemand. Ja, ik denk dat alles maakt dat iedereen hiernaar moet kijken. Ja, en dat je iedere keer afwacht, want de afleveringen worden dagelijks weer ververst. Hè, dat je iedere dag denkt, kom maar op, kom maar door. Ik vind sportdocumentaires fantastisch, maar dit is echt... Echt een hele, hele geweldige sportdocumentaire. Dankjewel, jongens. De documentaire The Last Dance is te bekijken. Mark Geel nog een keer. Yeah, The Single You is nu overal te beluisteren. En morgen om 16:30 gaat Celesou live op haar YouTube-kanaal. Dus vooral kijken. Dit was hem. Een leuke avond. Morgen een nieuwe.